In Helmond is binnen 1 maand tijd 2 keer de afgesneden kop van een kat gevonden. De eerste keer op 22 juli was het de kop van een heel jong katje. De tweede kop, die maandag werd gevonden, was van een oudere kat. De vindplaatsen liepen uiteen. De eerste kop lag op de Rijpelberg, midden op straat. De tweede werd aan de andere kant van Helmond gevonden. In beide gevallen was er geen spoor van het lichaam van het dier. De politie onderzoekt de zaak.